Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. De klapper van de week! Je grootste droom is dat iedereen een lach op zijn gezicht kan krijgen. Wat doen we hier? We doen hier voetballen voor de eeuwige roem. Wat wil je later worden? Advocaat. Wiskundedocent. Profvoetballer te worden. Om later profvoetballer te worden. Dokter. Profvoetballer te worden. Dat ik later profvoetballer word. Om profvoetballer te worden. Profvoetballer te worden. Om natuurlijk profvoetballer te worden. Wie gaat pakken met jou dan? Mooi man, doe maar. Wat gaat er doen? Doe maar met niks. Tegen Ashisha van Serra en toen schoot ik met de punt. Wij waren vandaag wat beter dan de jongens. En 2-1 stond het. Ja, we hebben niet met geluk gewonnen. Want geluk hoort bij ons. Hoe ik heb gescoord. en dan ging ik even tussen de jongens en toen schoot ik maar lekker op doel. En toen zat hij. Ja, en teamwork. Ja. En zo naar iedereen hier. Ik vond dat ons team heel goed heeft gespeeld en we deden goed en we deden vallen en opstaan en dat vond ik echt sportief van ons. Stel jezelf eens even voor, hoe heet je? Shema van de Vrieken. Je moet meer passen, vind je niet? Misschien, maar het gaat niet. Nee, Shera, wat vind jij? Ze moet gewoon passen, ze pingelt te veel. Ja, klopt, vind ik ook. Maar uiteindelijk... Uiteindelijk pingel je te veel. Nee, uiteindelijk... Hoor je niet. Kijk, je bent alleen op deze aarde gekomen, je bent alleen weg, dus alles moet alleen gaan. Je moet niet afhankelijk zijn van andere mensen, gewoon van jezelf. Je hebt helemaal gelijk, maar voetbal, is dat geen teamsport? Klopt, maar ik ben mijn eigen team. Ben je eigen team, dus als jij zelf gaat spelen met heel meisjesteam, dan ga je winnen? Nee. Je hebt helemaal gelijk, goed dat je zegt. Kijk, uiteindelijk winnen we samen. Dus passen. Ja, klopt. Als je hier komt, denk je nooit van, we moeten weer naar Tuzani, of vind je het altijd leuk als je komt? Nou, dit is wel mijn eerste keer, maar ik vind het nu al leuk. Leuk en chill. Waarom is het hier leuk en chill? Dat ze hier zo goed met je omgaan als je voor het eerste keer komt spelen. Dat we hier altijd heel sportief voetballen en ik vind het altijd gewoon gezellig om hier mee te voetballen. Gezellig van hoe we met elkaar omgaan, sportiviteit en zo. Iedereen doet sportief mee. Je kan hier altijd leuk voetballen. Je kan zelf hier ook hier leren chill te zijn. Waarom? Wat is dan hier de hoofdregel bij Tuzani school? Chill zijn. Vind je dat er iets aan jezelf moet veranderen of ben je gewoon tevreden met jezelf? Ik ben wel tevreden. Ook met je gedrag? Ja. dus je wil zeggen dat je altijd gedraagd hebt? Ja. Ik ben wel blij. Ook met je gedrag? Ja. Ik moet niet meer zoveel twijfelen over mezelf. Klopt, je bent heel nerveus hè, als je speelt. Ik heb het gezien hoor. Oké. Wat ga je eraan doen om uiteindelijk profvoetballer te worden? Gewoon goed mijn best doen. Sportief blijven. Dat is dan zo'n beetje. Altijd oefenen. Zoveel oefenen, mijn best doen. Waar zie jij jezelf over 10 jaar? In het Real Madrid stadion. Feyenoord. Dat ik goede baan heb. En dat ik gewoon heel tevreden ben met wat ik allemaal heb bereikt.
Ben jij nu tevreden met jezelf of wil je toch wat veranderen aan jezelf? Nou, ik ben wel gewoon tevreden over mezelf. Heb je nog tips voor de kijkers thuis of voor de grotere mensen in deze wereld, zoals je mama of je papa? Gezond blijven. Nee. Ja, altijd chill blijven zijn. Ja, dat ze gewoon chill moet zijn en geen en de goede pad op gaan. En heb gewoon respect voor elkaar en wees sportief. Wees altijd chill. En ja, wees altijd chill. Altijd positief blijven. Blijf spelen. En plezier in het leven hebben. Heb vrede met elkaar. Wees altijd chill, niet boys. Geen stressig. Altijd chill blijven. Je hoort het. Wees chill. Wat doen we hier? We doen hier voetballen voor de eeuwige roem. Voor de eeuwige roem. Vind je dat interessant? Ja. Jullie waren echt super chill dit jaar. Ik ben heel erg trots op jullie. Ik hoop op een mooi nieuwe jaar. Ik kan niet wachten tot dat begint. Jullie ook? Ja. Boys, kunnen jullie niet wachten tot we weer gaan beginnen? Ja. Oké dan. Je grootste droom is dat iedereen een lach op zijn gezicht kan krijgen. Een mooie droom, Vind ik ook. Dus je gaat later ga je werken voordat iedereen een lach krijgt. Als dat lukt. Als dat lukt, oké. Tien seconden op je alle boos kijken. 3, 2, 1, go. Ja! Okay. Met die shit en met die tonnen. En op je alle boos, hè? Nou, maar ik kan niet. 3, 2, 1, go. Ik ben boos. Boos.